helft van de Nederlandse transportbedrijven vreest het einde van de crisis niet te halen. Vooral de transportbedrijven die buiten de grenzen rijden hebben last van moordende concurrentie uit Oost-Europese landen. Daar zijn de lonen lager en is het vervoer dus goedkoper. Zo'n 120 Nederlandse bedrijven weten daarvan mee te profiteren. Zij hebben inmiddels ook een eigen vestiging in Oost-Europa. Als ik u 5 jaar geleden had gevraagd over Bulgarije, wat had u dan gezegd? Ik wist nog ineens niet waar het lag. Dus dan had ik nooit, eigenlijk gezegd, daar ga ik nooit naartoe. Nu geeft hij leiding aan het Bulgaarse Mulbultrans, de opvolger van Kees Mulders en zonen. Tarieven zijn allemaal 10, 15, 20 procent gedaald. Dan zijn de loonkosten met Nederlandse chauffeurs te duur. Dus dan moet je ergens gaan besparen. En dan, ja, dat is de enige manier is het uitvlaggen van het bedrijf. Oftewel vertrekken naar het buitenland. Nu rijdt hij met Bulgaarse chauffeurs in Bulgaarse auto's. De loonkosten zijn lager. Sociale lasten zijn wat simpeler. Het is allemaal wat makkelijker. Ja, en ze hoeven minder thuis te zijn. En minder thuis te zijn. Ja, die jongens die rijden gewoon heel de week of heel de maand of 2 maanden rijden ze door Europa. En dat gaat goed. Werkgelegenheid verdwijnt naar het oosten. Een consequentie van de open grenzen. Reden de Nederlandse chauffeurs in de jaren 80 nog door heel Europa omdat ze zo goedkoop waren? Nu is de Oost-Europese chauffeur het voordeligst. Zo werkt de markt nu eenmaal, zeggen de transportbedrijven. De markt is groter geworden, maar ook het aanbod van vervoer is groter geworden. En wat wij zien is dat niet alleen Nederlanders daar vestigingen hebben, maar dat ook voor een heel belangrijk deel Nederlandse bedrijven daar de regie over logistieke stromen hebben. Buiten demonstreren vrachtwagenchauffeurs. Ze willen meer loon, maar belangrijker nog, hun werk behouden. Is het afgelopen voor de Nederlandse internationale chauffeur? Ja, daar zijn we gewoon te duur voor. 2 Polen zijn goedkoper als 1 Hollander. De concurrentie is moordend vanuit die landen. Dat is niet terug te draaien. Als ik morgen de zaak weer om kan draaien en ik kan de kosten weer verdienen met mijn Nederlandse chauffeurs, dan draaien we de zaak weer om. Maar dat zie ik voorlopig niet zitten.